Yo mis, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Road to Life 50 One Shot One Kills. In deze serie moet ik natuurlijk proberen om 50 One Shot One Kills te halen in één Call of Duty Black Ops 2 potje. En ik mag natuurlijk met alles killen. Alleen aan het einde van het potje moet ik gewoon 50 One Shot One Kills hebben. One Shot One Kills voor de mensen die niet weten is, je schiet met je sniper rifle, je killt gewoon iemand in één keer. Dus we spelen natuurlijk weer met de Ballista. De Ballista vind ik persoonlijk de chillste sniper rifle. Ik heb vandaag extended clip en de lasersight erop staan. En ja, ik hoop dat het lukt. Ik heb geen secondary aanstaan vandaag. Dus krijg ik een hitmarker. Dan moet ik het zelf op een of andere manier oplossen. Dus ja, dat hoop ik dat het gaat lukken. Daar is nummer 1. Ik ren even door, want ik wil eigenlijk... Kijk, weet je, het maakt mij niet uit of ik het potje win of verlies. Dus die hele B-vlag boeit me ook eigenlijk gewoon helemaal niks. Dus ik heb ook gewoon scheid in die B-vlag. Mijn sensitivity staat niet goed. Oeps. Ik moet mijn sensitivity even wat hoger zetten, jongens. Want je zag het net. Het ging helemaal verkeerd. Hij shockt zichzelf, die lul, jongen. Ik heb tactical mask aanstaan. Want inderdaad, op het moment dat ik in zo'n shocktas loop, ik er gewoon geen last van heb. Alleen het punt is wel, ze liggen er wel. Ze irriteren je toch. En je wordt er alsnog wel een beetje door geraakt. Je kan alleen niet een half jaar niet bewegen, zeg maar. Oh shit, deze mensen spelen heel langzaam, man. Ze komen nu wel naar de aanvlag toe, dus als ze die even gaan proberen te pakken. Wat zou ik doen, dan kan ik ze killen. Oké, okay, kom aan jongens, we hebben er al veel. Maar we moeten er nog veel meer. Wauw, teammate, kan je hem pakken alsjeblieft? Oké, okay, ik heb hem al voor je, teammate. Ze zitten aan te campen, jongens. Zo. Dat is dus het probleem als ik een hitmarker krijg. Dat is dus het probleem als ik een hitmarker krijg. Jullie hebben het nu door. Hoop ik. Ik mag gewoon geen hitmarkers krijgen, man. Punt. Punt uit. Geen hitmarkers. Ik heb nog 2 kills, dan kan ik deze vent nog wel killen. Oké, nee, weer een hitmarker. Shit! Ik probeer goed te schieten, zodat ik geen hitmarkers krijg. Alleen ik kan het natuurlijk niet altijd goed doen, helaas. Ik krijg de hele tijd op die gozer hitmarkers, joh. Ik krijg 2 hitmarkers op elkaar? Dezelfde persoon. What the fuck, man? Dat wil ik toch ook niet hebben? Komt er eentje over de zijkant lopen. Het is wel zo chill dat mijn teammate een orbital heb gehaald. Durf je te komen, vriend? Teammate, niet ervoor gestaan. Oké, hij is dood, thanks. Er zit er nog een te campen, hoor. Ik wist het, jongen, zo. Teammate! Als die gozer me nou verhelpt naast me, die redt gewoon voor me weg! Hey, thanks, ouwe rukkert! En is die nog dood ook? Moet je me maar helpen, jongen, moet je me maar helpen, ja? Ik dacht dat we een team waren, ja. Er zit er hier nog een, hoor. Die komt achter me aan, volgens mij. What the fuck? Oh, mijn teammate heeft hem al. Oké, nice. Mijn team die werkt wel goed mee. Alleen, die stelt chopper. Dat is een beetje kut. Want daardoor gaan ze natuurlijk weer race quitten. Op een of andere manier race quitten op dit moment in Call of Duty. Alle enemies voor alles. Maar ik denk dat je stelt chopper of een UAV inroept. Ze race quitten toch wel. Dus dat is natuurlijk een beetje... Oh, triple feed. Dat is natuurlijk een beetje kak, maar we worden wel goed in het snipen, man. Ik zweer het je. En we hebben 3 vlaggen. Ah, nee, hè. De enemies hebben een vlag nodig. Ik wil niet dat ze B krijgen. Ze hebben een vlag nodig, maar... Oké, ze hebben B. Dat maakt verder niet uit. Het gaat erom dat ze tenminste iets hebben, want anders is het potje zo snel afgelopen. En hoe langer het potje duurt, hoe meer one-shots ik kan maken. En hoe dichterbij ik natuurlijk kom voor het voltooien van de challenge. Teammates, jullie zuigen. Niemand heeft me gekild. Ik ook niet, hoor. Daar niet van. Maar ja, ik heb een sniper, hè. Ik heb een sniper, dus gun me een beetje iets, want ik kan niet snipen. We worden er wel beter in door deze serie, dus dat is wel awesome. Ga lekker een stun gooien, joh, vriend. Weer een hitmarker. Ah, ik haat die dingen zo hard. Jezus! Dankjewel, ik heb je alsnog, maat. Ik zit er ook nog een achter me, ik ben onsingled. Staat er een voor me, achter me en rechts van me. Dus ze zijn oftewel overal, daar komt het op neer. Ze zaten gewoon overal. Ik ben best wel benieuwd hoeveel... Fucking hell, die femme Scar, jongen! Ah, oh, waarom moet dat ding zo overpowered zijn? Wij zijn nu ook degene die zijn gecounterd. Wat natuurlijk niet helemaal de bedoeling is, vriendjes van het goede leven. We lost Bravo, dat maakt niet uit. Fuck B, jongens. We hebben wel veel kills, hoor. Mijn teammate heeft weer een stealth chopper, wat waarschijnlijk ook inhoudt dat hij weer een orbital heeft. Maar die orbital moet hij natuurlijk nu dan inroepen. Nu. 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 Oké, okay, dan niet. Dan roept hij hem dus niet in. Staat er één rechts, jongens. Pak jullie B maar. Die vlaggen, die boeien me echt geen zak gewoon.
Dus ik laat het lekker aan mijn team over, want ik wil die one-shots natuurlijk halen. Stop nou met je SCAR, man. Oh, dankjewel, Stealth Chopper. Thank you. Altijd welkom. Kut, waar zijn ze? Nee, dit kost tijd. We hebben al veel kills hoor, maar helaas nog niet genoeg. Oh, door dat ding heen van hem. Let's go. Kan ik nog één keer oppakken in de laatste seconde? Oh, hitmarker! Fucking hitmarker! Oh, hoeveel kills hebben we? We hebben er 26. Ik denk dat we op dit moment 22 one-shot wel kills hebben. Dus we zitten best wel hoog. Dus misschien als we de tweede ronde bezig gaan, dan hebben we nog gewoon 5 minuten om te spelen. Dan kunnen we de challenge wel voltooien. We hebben wel een beetje hitmarks gekregen natuurlijk, maar elke kill die ik heb gemaakt, dat was ook een kill met de sniper. Alleen die hitmarks die tellen er natuurlijk niet bij op, want dat zijn geen one-shots. Dat zijn hitmarkers. Dus dat telt niet mee. Dus we gaan... Hebben ze ook een orbital? Hebben ze ook een orbital? Ik hoor nog niks. Ik hoor nog niet dat ze een orbital hebben. Ze hebben een EMP. Alleen er komt de vraag erachteraan. Hebben ze ook een orbital? Dus ik blijf nu even campen, dat weet ik. Ik weet dat ik aan het campen ben nu, jongens. Sorry, maar ik weet niet of ze een orbital hebben. Dat is dus mijn vraag nu. Als ze een EMP hebben, dan zit er waarschijnlijk wel een orbital aan verbonden, maar... Fucking kut camper. Blijkbaar is dat niet zo bij deze enemies, want ze hebben geen orbital. Anders wist die vent al lang dat ik daar zat namelijk. Kut man. Vieze fucking camper, jongen. Oh. Oké, roep de UAV, jongens, hier. Mag ik even die camper killen? Enemies hebben bier, dat maakt mij helemaal niks uit. Want dat duurt potje alleen maar langer. Dus dat is eigenlijk alleen maar goed natuurlijk. Zit die camper zit er nog steeds, of niet? Nee, die camper is weg. Oké, chill. Die camper is verdwenen. Gelukkig. Dit is een risico, dit is een risico, dit is een risico. Oké, risico heeft gewerkt, dankjewel. Moet ik eigenlijk niet doen zo'n risico pakken, maar ja, weet je. Als ik mijn 50 one shot... What the fuck? Hij zat te twijfelen van, zou ik naar boven gaan of niet? Alleen hij ging niet naar boven, dat was zo dom van hem, jongen. Ik dacht, hij gaat daar naar binnen. Hij ging wel naar boven, by the way. Ik dacht, hij gaat daar naar binnen, alleen dat deed hij dus niet. Waardoor die nieuwe shell wist waar hij naartoe ging. En ik natuurlijk ook niet meer waar hij naartoe ging. Dat is zo kut, jongen. Als je een enemy tegenkomt die aan het twijfelen is. Dan weet je namelijk niet wat hij gaat doen. En dan weet je ook niet ja, waar hij naartoe kan gaan lopen. En dan raak jij gedesoriënteerd. En dan, ja, dan komt hij in één keer aankakken. En als hij komt aankakken. Dan ben je natuurlijk dood. Zo makkelijk is het. Let's go, jongen. We worden echt beter in de sniper. Ik zweer het je. Kijk ons gaan dan, jongen. We hebben veel kills hoor, holy fuck. Ah, die was raak gaan, man, sorry. Ik roep mijn leiding niet en dat kost te veel tijd, man. Ik laat die leiding gewoon even zitten. Ik ga gewoon in één keer door. Fuck jou, vriend. Ik moest me even concentreren voor die kill, want ik maak nooit een jumpshot namelijk. Kut hitmarks, echt waar. Die moet ik dus niet krijgen, hè, jongens. Fucking hell. Oh, ik schoot net naast hem. Dat is niet goed. We hebben nog 2,5 minuten op de klok staan. We hebben serieus heel veel one-shots op dit moment. Oh, dat gaat zo'n close spotje worden. Haal ik het of haal ik het niet? Oeh, la 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 la. Nee, ik ben dood. Die fucking Scargozer, jongen. Oh, ik haat dat wapen zo hard. Dat wapen is zo sterk als je raakt schiet. Als je misschiet, dan ben je de lul. Want hij heeft best wel veel recoil. Maar als je ermee raakt kan schieten, jongen. Is dat wapen echt fucking, maar ook echt... Ik weet dat je zit te campen, vriend. Oh, mijn teammate zit er nu, joh. Oh, kut. Die was heel scheef. Sorry, dat was mijn schuld. Kut, EMP nades. Oh, ik haat die dingen ook. Zelfs als de SCAR. Zelfs als een Remington. EMP, SCAR, Remington. De SCAR is wel een wapen waar je een beetje skills voor nodig hebt. Anders gaat het niet goed, maar... Hij is zo sterk, jongen. Dat ding killt gewoon in 2 kogels op de hoofd, 3 kogels in het lichaam. Ja, het is kut, SCAR. Hij schoot op mijn team en hij killed mij. Oh, wat een onzin. We gaan nu slecht, jongens. We beginnen zo bezig en we gaan nu zo slecht. Oh, wat een scheidzooi. Heb je Stealth Chopper? Heb je ook een orbital weer dan? Roep ook even de orbital in, teammate. Ik weet dat je hem hebt. Kutzooi. Fucking Bowser Betty. Ik kon niet meer bukken. Ik kon niet meer bukken. Hij heeft een Stealth Chopper, die teammate. Die orbital zit er 50 punten vanaf.
Maar hij heeft blijkbaar geen orbital, dat is heel scheid. Ik moet dat ding zelf ook gaan. Ik moet zelf ook een orbital gaan aanzetten, dat weet ik in ieder geval wel. Oh, komt hij via die kant? Wat een onzin! Come on, come on. Zo, ik weet niet hoe ik die kon had, maar oké. Kut, ik schiet weer mis. Teammate. Ik weet niet waar ze zijn, jongens. Ik weet niet meer waar ze zijn. Oké, ik weet dus nog wel waar ze zijn. Ik ben gestukt en ik krijg een hitmarker. Oh, kukjes. Dat was net een hitmarker die ik niet wilde krijgen. Ik gooi nog even mijn leiding, want ik heb mijn tong staan. Gewoon fucking YOLO daar gooien. Die kills tellen niet mee, maar ja, weet je. Waar dat ding toch nog staan? Zit er eentje bovenop? Nee, natuurlijk niet. Kom nog even naar me toe rennen. Kom nog even naar me toe rennen. Kut. Ja, shit. 49 kills. We hebben niet genoeg. Ik denk dat we ongeveer 40 one-shots hebben, man. Oh, we beginnen zo beest. Maar ik heb het aan het einde verneukt. Ik heb het serieus aan het einde verneukt. Ah, shit. Ah, het is jammer. Maar het was wel een lekker pushje, jongen. We hebben wat mooie quickscopes gemaakt. We hebben nog een triple feature gehaald. Dus, ik vind het helemaal mooi. Ik vind het een mooi potje. Nee, we hebben de serie sowieso niet voltooid. Want we hebben sowieso geen 50 kills. En we hebben 3 kills gepakt met de leiding. Ik denk dat we ongeveer 8 hitmarks of zo hebben gekregen. Dus dan houdt in dat er 11 kills afgaan. Wat inhoudt dat we 38 one-shots hebben. We gaan het nu zien. Ik zeg, Raski. Ik zeg ongeveer 38 one-shots. Hoeveel hebben we er? Oh, 41? Oh. Oh. Dan hadden we hem bijna gehaald. Holy shit. Ha! 41 one-shot, one kills. Wat inhoudt hadden we er 9 bij gemaakt. Dat dus ongeveer de hitmarkers waren. Dan hadden wij hem gehaald, jongens. Maar helaas, helaas, helaas. Ik hoop dat jullie wel hebben genoten van deze aflevering. Ik hoop jullie natuurlijk ook weer te zien bij de volgende aflevering. Mocht je nou hebben genoten, ram die like knop. En dan zeg ik, tot de volgende keer weer, mensen. Bye, bye.